Ook in Goorle was het de dag voor Koningsdag weer lintjesregen. Maar liefst 7 inwoners van Goorle en Riel en 1 uit Tilburg kregen een koninklijke onderscheiding. Voordat de burgemeester officieel de namen bekend maakte, werden de gelukkigen, om al te grote verrassingen te voorkomen, vast op de hoogte gebracht in de foyer van het Jan van Mezouw. Daarna volgde in de grote zaal de uitreiking. En als we het hebben over jaarlijks terugkerende momenten in het gemeentelijke jaar, dan is dit toch wel ook voor mij een van de hoogtepunten. Het is voor mij de 2e keer dat ik als uw burgemeester hier van Goorle de lintjesregen mag meemaken. Officieel heet dit de algemene gelegenheid, zo noemen we dat in vaktermen. Dat is het moment, zoals ik al zei, in het hele land waarop we de verdienstelijke personen in het zonnetje zetten. En ik weet dat het ontvangen van een koninklijke onderscheiding grote impact heeft. En dat komt omdat de meesten zich vele jaren inzetten voor onze samenleving zonder zich de vraag te stellen waarom ze dat doen of voor wat ze ervoor terug willen krijgen. Voor hen is het vanzelfsprekend dat ze het gewoon doen. En vandaag ga ik 7 mensen aan u voorstellen die het hart op de goede plaats hebben zitten. Dat wil niet zeggen dat alle anderen het hart niet op de goede plaats hebben zitten. Mocht die indruk ontstaan, maar bij hun is het evident dat dat het geval is. Met een koninklijke onderscheiding onderstrepen we overigens hoeveel respect en dank we hebben voor hun inzet. Dus wat mij betreft is het tijd voor onze eerste gedecoreerde. En dan zeg ik start het filmpje. Dames en heren, Peter van der Lint, mag ik uitnodigen om naar beneden te komen. Na 23 jaar heb je vorig jaar de brandweerspuit aan de wilgen gehangen, als ik dat zo mag zeggen. In al die jaren heb jij heel veel tijd en energie gestoken in dit ontzettend belangrijke werk. Je hebt altijd alles gegeven voor de brandweer. Het is regelmatig voorgekomen dat je je vrouw met het eten liet zitten. Ik zou bijna zeggen met de piepers liet zitten, omdat de pieper afging. Woordgrapje. En je hebt ook meer dan eens afspraken moeten afzeggen, omdat je bij een brand verwacht werd. Peter, het zal je niet verbazen voor jouw jarenlange inzet bij de vrijwillige brandweer. Soms met gevaar voor eigen leven heeft het zijn majesteit behaagd om je te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En ik feliciteer je heel erg met deze onderscheiding. Ik wil Liesbeth vragen om even naar voren te komen. Dames en heren, wij gaan naar de 2e kandidaat. Dat is iemand die zijn spoor op een heel andere manier heeft verdiend. Iemand met een sterke band. Antoon van den Lungen. In een van de aanbevelingsbrieven staat: wij hopen van ganse harte dat Antoon een koninklijke onderscheiding gegund is. We kennen hem als een amabele man, een sportliefhebber en een fantastisch vrijwilliger die vele taken op adequate wijze heeft verricht. Meneer van den Lungen, het mogen duidelijk zijn dat er vele organisaties zijn die u dankbaar zijn voor uw inzet van de afgelopen 40 jaar. En die dankbaarheid krijgt vandaag een koninklijk tintje. Het vreugt mij zeer dat ik u mag mededelen dat zijn majesteit de koning heeft behaagd om u, meneer van den Lungen, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. En ik wil Nelly. Dames en heren, sommige vrijwilligers hebben een cv met erop verschillende activiteiten. Anderen richten zich allemaal op 1 organisatie of 1 vereniging. Een voorbeeld daarvan is de volgende gedecoreerde, althans te decoreren persoon. Coming in out of the rain, they hear the
Dames en heren, Frans Pasmans. Ik zei het al, u bent iemand, meneer Pasmans, die zich al heel lang voor hetzelfde goede doel inzet. We zagen dat ook al een beetje terug op de foto's. En dat is in dit geval de Stichting Hulp aan Roemenië. In de laatste jaren is de focus wat minder gericht geweest op de transporten en meer op de lokale projecten. Met lokaal bedoel ik dan in Charleste. En we hebben het dan bijvoorbeeld over family to family. Dat zijn Nederlandse families die families in Roemenië ondersteunen. Volledig onbaatzuchtig en vrijwillig. Het enige dat u teruggekregen heeft is de dankbaarheid, de voldoening. Plus een diploma of honor van Charleste heeft u gekregen. U bent als het ware, u moet een ereburger van Charleste geworden. Heel bijzonder. En het verheugt mij ook, dat ik zeer, dat ik u mag mededelen dat Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om u, Frans Pasmans, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ik zou een opgenoten willen vragen om ook eventjes bij te komen. Goed, gaat u maar even zitten op de eerste rij. Dames en heren, het is tijd voor een muzikaal intermezzo. En u heeft haar al een paar keer kort horen spelen, als de mensen naar beneden kwamen. Dat is Roos van Werven. Roos van Werven vraagt graag uw aandacht voor, want zij is 15 jaar, komt uit Goorle en is leerling van Factorium. Anja, je bent ook in een ander opzicht nog bijzonder. Want je bent ook de enige inwoner uit Riel die dit jaar een lintje krijgt. En dat maakt jou dus dubbel speciaal. Waarom krijg jij dan die onderscheiding? Nou, er waren een paar beelden kwamen er al voorbij waar je al wat uit kunt concluderen. Maar er is één heel duidelijk antwoord op voor al je werk bij Joco. Je was er altijd, je was er overal. Privé-aangelegenheden kwamen op een tweede plaats. Daar pas je in het rijtje van de mensen die voor je al een onderscheiding kregen. Je ziet dat heel vaak bij mensen die zo actief zijn. Als een ware duizendpoot wist je iedere activiteit keer op keer weer tot in de puntjes te regelen. En mocht er dan een keer iets verkeerd gaan, dan was je er altijd om heel snel te schakelen en het probleem op te lossen. Het is voor mij dan ook een groot plezier en een genoegen dat ik je mag vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om jou, Anja Mone, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Goed, dames en heren, sommige vrijwilligers staan achter de schermen, anderen staan wat meer op de voorgrond. Weer anderen ken je van hun gewone werk, maar dat ze dan ook daarnaast nog zoveel vrijwilligerswerk doen of hebben gedaan, dat verras je dan. En dat had ik bij de volgende gedecoreerde. Dus laten we maar eens even gaan kijken wie dat is. Piet Henraert. Al vele jaren ben je betrokken bij veel muzikale en culturele activiteiten in Goorle. Je bent sinds 2013 lid van de Contactraad voor Cultuur, bijvoorbeeld als vrijwilliger en coördinator bij de Week van de Amateurkunst en later Goorls Goud in Beweging. En ook werk je sinds 2007 samen met de Stichting Jong en Mainframe aan allerlei projecten voor jongeren.
Vanuit je werk was het voor jou vrij eenvoudig om de verbindende schakel tussen allerlei partijen te zijn. De jongerenorganisaties, cultureel centrum of de ondernemers. En betaald werk en vrijwilligerswerk liepen wel eens aan elkaar over. Maar dat laat onverlet dat je net als alle voorgaande gedecoreerden vele, vele uren als vrijwilliger, geheel belangeloos, een bijdrage hebt geleverd aan onze lokale samenleving. En in jouw geval ging het zelfs verder en kunnen we zeggen dat je activiteiten een bovenlokale uitstraling hebben gehad. En om die reden mag ik je vertellen dat Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om jou, Piet Hennaar, te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. En Tetske. We hadden het er al even over. Je zit ook in Gambero en dit is speciaal voor jou. Dames en heren, de heer Van Belkom, Ad. Ad, we staan hier vanwege jou en we staan hier vanwege jouw vrijwilligerswerk. En dat is een flinke lijst. Want je bent, dat konden we ook al een beetje zien op de foto's, op jonge leeftijd al begonnen. En nog altijd ben je een vrijwilliger in hart en nieren voor de Carnavalstichting. Je bent sinds 2009 betrokken bij de organisatie van herdenkingen en veteranenbijeenkomsten. Sinds 2015 ben je ook penningmeester van de afdeling. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om jou, Ad van Belkom, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. Von Smits, jij bent natuurlijk een bekende verschijning in Goorle. Veel mensen kennen natuurlijk jouw voormalige bedrijf op de Hovel. En iedereen weet wel wie Von Smits is. Maar weet iedereen ook wat jij als vrijwilliger zo allemaal gedaan hebt? Dat is ook nogal een lijst. Jij bent die vrijwilliger die gewoon 50 jaar lang zich bij allerlei organisaties heeft ingezet. Sinds 1988 ben je zeer actief als muzikaal leider, dirigent en pianist voor een koor dat later de Kantorij is geworden. En wat begon als een klein zanggroepje groeide onder jouw leiding uit tot een koor dat niet alleen avondwaken muzikaal ondersteunt, maar ook allerlei kerkdiensten. En daarnaast treedt de Kantorij ook op in verzorgingstehuizen in de omgeving. Je zou denken dat dat al genoeg is, maar er komt nog meer bij. Bijvoorbeeld de Stichting Steengoed, waar je sinds 2009 actief voor bent. Een stichting die zich richt op het behoud van bebouwde en niet bebouwde delen van ons cultuurhistorisch erfgoed. Fons, een vrijwilliger in hart en nieren. Betrokken bij veel stichtingen, verenigingen en groepen. Betrokken als ondernemer, als inwoner van ons Goorle. En dat vele jaren lang zonder enige vorm van vergoeding.
En ik kan met recht zeggen dat jij een grote bijdrage hebt geleverd aan onze lokale samenleving. En het verheugt mij zeer dat ik vandaag mag zeggen dat Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om jou, Fons Smits, te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Geen kruim om meer in huis, maar toch bleef je maar lachen. Ik kijk nu terug en toch heb ik geen spijt. Het waren mooie jaren, want wat ik deed... Dames en heren, John Boeren. John, ben jij in staat om te komen? John, waar sta je dan? Dames en heren, ik zal even uitleggen wat de verrassing is. John werkt bij de gemeente Goorle als mijn kabinetchef. Zeg maar een soort persoonlijk medewerker. En in die functie is hij degene die deze Goorlese lintjesregen heeft voorbereid. Hij heeft de contacten met de aanvragers en andere betrokkenen. Hij heeft ervoor gezorgd dat de dossiers goed zijn doorgeleid. Hij maakt de teksten die ik hier mag uitspreken. Deze niet overigens, die heb ik zelf gemaakt, dat mag duidelijk zijn. En hij heeft zelfs de filmpjes gemaakt die u bij iedere kandidaat heeft gezien. Dat geldt overigens ook niet voor het laatste filmpje. Maar u zult begrijpen dat het van ons ontzettend moeilijk was om het allemaal geheim te houden. Want John zit dus in het brandpunt van die organisatie. Die regelt alles, maakt die tekst, heeft de contact, ik zei het al. En alles moest daar omheen gebeuren. In 2008 nam je het initiatief tot oprichting van de kring van kabinetsmedewerkers. En was je tot 2010 voorzitter. Ook droeg je bij aan het opzetten van de website en het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten. En daarmee voorzag je echt in de behoefte en ik weet dat deze kring nog steeds actief is. Van 2009 tot en met 2012 was je secretaris van de Stichting tot Beheer van de Hasselse Kapel. Daar, in Tilburg, hè, de meesten zullen het hier weten, daar heb je je sterk gemaakt voor twee belangrijke ontwikkelingen. Tweede, het ontwikkelen en beheren van de website en het oprichten van een vriendenstichting. Van deze laatste stichting Vrienden van de Hasselse Kapel was je in dezelfde periode tevens secretaris en penningmeester. De uitstraling van jouw activiteiten overstijgt het lokale karakter. En de waardering voor al deze activiteiten is groot. En om die reden heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om jou te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dames en heren.